Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 12 juni. Ik ben Janneke van Huisje Weltevreden. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. Ja, vandaag weer gastouderopvangdagje. Zeg ik het woord weer zo raar? Gastouderopvangdagje. Dus ik ga zo meteen Roos en Fleur ophalen. Nu eventjes een shake en koffie. Even een oude manier van opstarten. Ik heb geen tijd om nu een smoothie te maken. Dat ga ik vanmiddag doen, want het beviel me gisteren echt heel goed. Dus dat ga ik wel weer doen. Sowieso één keer op een dag, dan maar als lunch. Ik denk dat dit al een hele goede stap is. En naar een gezonder leven. Maar wat voel ik me nu moe. Echt slecht slapen. Goed, zie jullie later. Doei! Wekker of zo. Die kop. Ja. Ah, het is afgelopen. Kom op, Fleur. Moet je auto op leren zetten. Is Rosa ook weer wakker? Hada! Hallo! Ik denk dat ik hier even snel een nieuw tijdje op gooi, want je bent weer op missie. Toch Roos? Wie op missie? Ben je nou even mijn vloer aan het voelen? Echt waar? Hoe voelt dat aan die vloer? Lekker glad, hè? De bellenharen. Heerlijk, hè? Ja! Ja, ik ga deze even schoonmaken, want ik zie al gebeuren dat ze hier kusjes op gaat geven. Dus dat... Daar komt Bella al aan. Oeh. Wat is dat? Is dat Bella? Doet een buiging voor jou, zag je dat? Ik heb dus Tim opgehaald, Sanne opgehaald, Roos en Fleur zijn daar op de grond. En ik ben net nog een klein cadeautje. Ja, een pluifje. Dat hadden jullie gezien, dat ik dat had uitgepakt. Tim, ik denk dat die... Wacht even. Zo. En dan kan je hem zo openmaken. Zal ik hem even voor Bella pakken? Ja, geef hem maar één van die. En dan krijgt ze daarna de kluif. Bella, kom eens hier. Kom eens zien. Oeh. Zitten, zit. Oh, oh. Zit. Mis. Zit. Zit. Bella, zit. Lukt het, Sanne? Ja. Beetje een. Dat is voor mij ook, Bella.
Ja, het zou nog opeten. Ja. Nee, dat heb ik niet. Nee? Oh. Moest je er even aan ruiken? Ja. Ik denk dat Bella het wel lekker gaat vinden. Oh, weg ermee. Weg ermee. Ja, die mag je morgen weer geven dan. En overmorgen. Ja. Ja. En ik ga morgen naar Appelscha. Want er is een nieuwe achtbaan gekomen. De rollercoaster. Waarom ga je naar Appelscha? Wil je het ook even vertellen? Omdat ik morgen schoolreisje heb. Ik ook. Wat heb jij? Wie later dan ga ik naar een ver schip. Yes. Helemaal toppie. Ik ga eten koken. Doei. Tim is net wakker geworden. We eten witte boontjes, aardappelen. En de kindertjes hebben een speklapje. En ik heb bietjes. En vales. Wat is het ook alweer? Oh ja. Kipkrokantsnitzel, maar dan zonder kip natuurlijk. Maar gewoon vales. En dan aardappelen. Ben je een beetje wakker? Gelukkig. Gaan we lekker eten? Ja, eet smakelijk. Oh jee. Vind je het zat? Is Fleur het helemaal zat? Rosa nog niet. Tim was wel een beetje moe al. Bella wacht op Michelle. Het is een echt spitsuur. Gaan we zo naar huis? Ja, ga ik jullie zo naar huis brengen, hè? Is het dan weer goed? Aan naar Bella te kijken. Of ze liggen naar Bella te kijken. En San is Star Stable doen. Nee. Video's kijken. Ja, van Onnedie. Die is ook leuk. Weet je wat ook leuk is? Houd je wel tevreden. Dat is het leukste. Dat is het allerleukste. Die van de blauwe. Dat zegt ze. Mm-hmm. Ja. Ja. Niet zo echt voor kinderen. Nee. Ik zal kindjes naar huis brengen en ik zie jullie vanavond weer. Het is gewoon koud. Mm. 16 graden. Mm. Hoe kan dat nou? Het was toch al die tijd zo lekker weer. En nu is het gewoon koud. Ik moet naar Bella naar buiten. En het regent. En ik wil niet. Ik wil douchen. Ik moet gewoon een trui aan. En ik ben hier in mijn manbos shirt nog. Mm. Ik wil niet naar buiten. Bella, kijk me al aan. Dat is ook zielig om te zeggen. Nee, ik ga er even uitlaten. Lekker warme douche. En dan lekker naar bed. Nog even aflevering Star Trek kijken. Ik heb bijna Next Generation af. Seizoen 7, de laatste twee afleveringen duren ieder 2 uur. Dus ik heb nog even voor de boeg. Nog 4 uurtjes. Ik heb er nu 1,5 uur op zitten. Dus nog 3,5 uur Captain Picard. En dan wordt het Deep Space Nine. Die ik ga kijken van Star Trek. En dat is weer met een andere crew. Ik ga de vaste crew echt missen. Je gaat gewoon meeleven met die mensen. Ja. Dat heb ik. Maar goed. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Dan een duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!